Okay. Ik wil jullie votes hebben. Eerst Gobi's Valley of eerst Free CC Peak? Oké, dan gaan we lekker naar Gobi's Valley. Het is wel chronologisch de eerste dungeon. Eerste level. Kijk, dit is die switch volgens mij. Yep. Rick, heb jij ooit Banjo-Kazooie gespeeld? Ja, dat is waar. Ik denk dat ze het stiekem vergeten zijn. Stap je naar voren. Axel, wat vind jij van Gobi's Valley? Ik vind het zo'n awesome wereld, hè? Is iemand van jullie wel eens in Egypte geweest? Sorry, ik had even gemute, want ik moest even niezen. Oké. Ik ben zelf 2 keer in Egypte geweest met mijn vader. Thank you. Ja, op zich wel. Het was wel awesome, maar... En het is niet discriminerend of racistisch bedoeld.
Als ik dit zeg... Egyptenaren! Ja. De meeste, niet iedereen. In ieder geval, die Egyptenaren in Hoekar, die zijn me toch een partij... irritant. Die zijn me toch een partij asociaal. Ja, dat is precies. Maar ook... we werden gewoon winkels ingetrokken. Ook al zeg je nee, niet doen. Gewoon ingetrokken worden. Omdat ze gewoon willen dat je geld eruit gaat geven. Ja. Mijn vader die had een potje pindakaas meegenomen. Ja, kijken die koppen. Maar... mijn vader had een potje pindakaas meegenomen. Die had hij op zijn hotelkamer laten staan. En toen... En toen kwam de schoonmaak. En toen ineens was het potje pindakaas verdwenen. Nadat de schoonmaak weg was. Die hebben gewoon een pot pindakaas voor ons gejat. Maar wel om mijn goede herinneringen van Egypte, hoor. Niet dat niet. Dat is awesome. Ik heb daar mijn duikbrevet gehaald. Soepel. Ik vind dat het nog aardig beroerd gaat. Kan beter, kan altijd beter. Ik vind het echt dat. Ik vind niet dat het goed gaat, eerlijk gezegd. Ja, precies. Ik stem voor een banjo-marathon. Als Zelda Marathon 3 nog het jaar niet komt, dan gaan we gewoon een banjo-marathon doen. En dan gewoon 100% uitspelen. Banjo. Ja, je kan Banjo Kazooie kan je binnen 10 uur sowieso kan je 100% doen. Maar dan is echt rush. En precies weten waar alles ligt en het snelste wegen nemen. En zoals hier in Gobi's Valley, ik weet. Eerlijk gezegd niet waar alles ligt. Ik ben gewoon lekker rustig te spelen. Weet het zoeken. Met Monster Mansion weet ik bijna alles. En Freeze Easy Peak ook. Komt de volgende. Welkom terug, Ricardo. Sand eels. Sorry, sand eels. Ik vind het echt een trollstreek. Ga weg. Yes.
Moesten we hier ook weer doen? Hier kan je ook een jiggy krijgen volgens mij. Als je die puzzel ging doen. Zie je? Memory! Ik ben zo slecht met memory, hè? Is dat hier? Nee, toch niet. De seconde. Mumbo, ik die Mumbo zit. Jammer, 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 jammer. En sorry als ik af en toe even typen, ik word even afgeleid op hetzelfde moment, maar we kunnen gewoon lekker doorspelen en typen. Multitasken, like a boss. Oh, dat is al geweest. Precies, KB verdient een applaus. Jee, schoentjes voor win. Thank you, Bottles. Thank you very much. You learn all the moves I can teach you in this world. Volgens mij heb je hier zo'n... iemand die wil knokken. Hoe krijg je hem ook weer? Dan moet je die schoentjes hebben. Dat was hem. Kunnen we ook met die schoentjes over de quickstand lopen? Of heb ik dat mis? Ik heb eerlijk gezegd volgens mij nog nooit Gobi's Valley over de 100% gedaan.